Het is upstairs spelverdeler Mark Porter met een nieuwe, wat hogere schoen die zijn gehavende enkel wat lucht moet geven. The inside of my ankle is been, I'm not sure what's wrong with it. I wasn't able to get in and get my x-ray or my MRI this week. But it feels a lot better with these shoes on, so hopefully it's not too serious. Gelukkig kan Porter, die de hele week niet trainde, spelen. Dat is goed nieuws voor Weert, want met Porter in vorm gaat het wat beter met Weert. I think we're playing better together. We're learning each other. We're starting to pick up the intensity. Starting to play, you know, a full game instead of, you know, just a half. Ja, een hele wedstrijd goed spelen, dat is belangrijk voor Upstairs Weert. Zeker tegen Nijmegen, de ploeg van topscorer Torrey Thomas en ook de man met de meeste assist in de Eredivisie. Want Nijmegen heeft de laatste 6 keer op rij van Weert gewonnen. Weert in het nieuwe kalenderjaar, 3 overwinningen en 3 nederlagen. Inclusief een zege uit bij Leeuwarden een week terug. Begint hier met een score van Elijah Palmer. Nog altijd de topscorer van de Eredivisie. Met bijna 20 punten gemiddeld. Maar het antwoord komt onmiddellijk van Nijmegen. Van deze Michael Flowers. Nijmegen zit goed in de wedstrijd. En dat neemt een voorsprong. Ja, carnaval zaterdag. Dat scheelt toch wel wat volk op de tribune in Weert. En dan Wals met deze dunk. En zo wordt de schade in het eerste kwart beperkt tot 16-25. Weert dus achter 9 punten als het begint aan het tweede kwart. Aanval van de Matrix Magics uit Nijmegen, de nummer 5 op de ranglijst. De ploeg heeft van de laatste 5 wedstrijden er 3 gewonnen, inclusief een overwinning op Zwolle. De bal komt hier bij Nicky Hulsebos, de nieuwe aanwinst. Hij kwam van Zwolle. En breekt die bal dan bij Hughes en die tekent voor deze dunk over de baseline. En dan wordt het verschil 11 punten. Maar Weert heeft zich nog niet gewonnen, al speelde het niet al te best in de eerste helft. Met name het schotpercentage was bedroevend. 12 uit 31, maar deze mag er zijn van Rod Earls, de 3 punten. En Weert komt dus weer wat dichterbij. Hier het zoontje van Elijah Palmer. Die heeft voor de dingen op het veld geen oog. Mocht lang opblijven. En dan de steal en de dunk van Beckering, Henry van voren, Canadees. Die inmiddels weer fit is en goede dingen laat zien in het shirt van de Matrix. Bezoekers stonden maximaal 15 punten voor in de eerste helft. Er zijn er 11 van over bij de rust. Dan een derde kwart. En eindelijk komt Weert op stoom. Daar heeft het publiek al de hele avond op zitten wachten. Eerste drive van Mark Porter. En dan gaat de ploeg door. Dit is de volgende aanval. En via Niels Voorhout gaat die bal naar Rod Earls die in stelling wordt gebracht. En Earls maakt er 6 punten verschil van. 42-48. Hij zou in totaal 21 punten scoren. 5 uit 7 achter de driepuntslijn. Ja, vecht hard en op tijd terugvallen. Weert wil dan meer. Bal komt op de kop bij Kelvin Walls. Die staat vrij, denkt niet na, schiet. En dan is het 49-52. Nog maar 3 punten verschil. En hangt er een stunt in de lucht. En let dan op de volgende aanval van Nijmegen. Uiteindelijk komt die bal hier bij Beckering. Die schiet en die bal valt dan net door het netje heen. Ja, daar balen ze van op de tribune. Want anders had het misschien wel een gelijke stand geworden. Nu is het weer zelfs verschil. Maar goed, Weert gaat door. Oh, Mark Porter met een mooie drive. 13 punten en 5 assists voor hem. En de thuisploeg terug naar 56-61. 5 verschil. Torrey Thomas, vorig jaar nog spelend bij Groningen. Belangrijkste speler die overigens goed werd verdedigd. En dan, ach, de buzzerbeater van Nicky Hulsebos aan het einde van de derde kwart. 56-63. Met een voorsprong van 7 punten begint dan Nijmegen aan het vierde kwart. Thomas, bal in de hoek naar Beckering, die mist. En let dan op Beckering, die loopt niet weg. Nee, die gaat in de aanvalsrebound en dunkt die bal gewoon door. En dus is Weert niet bij de les. Belangrijke score van Beckering. Dan de aanval van Weert. En dan wordt die bal hier knullig ingeleverd. Paasje van Porter was niet goed. De breek er overheen. Thomas met de drive. Ja, dan gaat het ineens weer hard. 70-57, verschil van 13. Oliver van Kempen probeert zijn manschap toch nog op te peppen voor een eindsprint. Maar het wil allemaal in het vierde kwart niet meer lukken bij Upstairs Weert. Deze bal draait er dan ook nog uit. Meteen de breek eroverheen van de Matrix. En het is hier opnieuw Beckering met de dunk. Hij had 16 punten in totaal, 7 uit 11 met 5 rebounds. En dan wordt het alsmaar erger. Want daar komt zeer attent Humphrey voorbij zeilen. Markel Humphrey met een totaal ook van 16 punten.
Ja, en dan doen de slotseconden er niet meer toe. Aanval van Nijmegen, dat hier gaat missen via het hoekschot van Sjors Poels. En dan mag zometeen nog eventjes deze Hugo Sterk gaan scoren. 3-3 punten op rij, daarmee eindigde upstairs weer de wedstrijd. Maar die was toen al lang en breed gespeeld. Dus ja, dat wordt geen carnaval voor de ploeg, zou je zeggen. Ja, we moeten dinsdag weer spelen, dus ik denk dat dat sowieso beter van niet is. Misschien dat we morgen even naar de optocht gaan kijken. Ik bedoel, hoort er toch wel een klein beetje bij. Maar ja, nogmaals, het is doodzonde, want zij zijn in principe... Ik denk dat wij wel van deze ploeg kunnen winnen, maar dan moeten we wel 10 man sterk. En iedereen die op het veld staat, die moet gewoon zijn opdracht uitvoeren. Maar dat gebeurde niet en dus verliest Weert voor de 7e maal op rij van Nijmegen. Gelukkig had 1 persoon toch nog een leuke avond. Het zoontje van Elijah Palmer. Hij viert zijn eigen carnaval.